gaat beginnen. Ik open deze zitting met gebed. Daarbij verzoek ik de hoogleraren om hun baret af te zetten. Mogen de geest van wijsheid en barmhartigheid in ons allen groeien en tot volle wasdom komen. Amen. Ik heet u van harte welkom bij deze academische zitting ter gelegenheid van de openbare verdediging van het proefschrift Pelgrimeren met een missie, het Palestijnse Kom en Zie-initiatief in cultuurwetenschappelijk en historisch-theologisch perspectief van Egidius Johannes Jozef Belgior ten Berge. In de promotiecommissie hebben zitting professor Kees van der Kooij van de Vrije Universiteit te Amsterdam, die vanmiddag helaas niet aanwezig kan zijn. Professor Peter Nissen van de Radboud Universiteit te Nijmegen, van harte welkom. Dr. Charl Caspers van het Titus Brandsma Instituut, ook te Nijmegen, van harte welkom. En professor Marcel Poorthuis van onze eigen universiteit, van harte welkom vanmiddag. Naast deze heren zullen vanmiddag drie andere opponenten vragen stellen aan de promovendus. En dat zijn dokter Janneke Stegeman, van harte welkom. Dokter Rami Isaak van de NHTV Breda en de Universiteit van Bethlehem, van harte welkom. En tenslotte professor Fred van Iersel van onze eigen universiteit, ook van harte welkom. Achter deze tafel ziet u de beide promotores van de kandidaat. En dat zijn direct links van mij professor Paul Post en even verderop aan het andere uiteinde van de tafel professor Paul van Geest. Alvorens de verdediging aanvangt, geef ik graag het woord aan de promovendus voor het geven van een beknopte samenvatting van zijn onderzoek in voor het publiek begrijpelijke bewoordingen. Ga je gang, Gied. Beste meekijkende aanwezigen. Allereerst dank voor jullie virtuele aanwezigheid. Ik maak nog maar even een bruggetje. Ik heb u allen van harte welkom geheten. Ik mag beginnen, zoals de decaan al zei, met een korte inleiding op mijn proefschrift. Dat gaat over een nieuwe vorm van pelgrimeren, waartoe Palestijnse christenen in 2009 een wereldwijde oproep deden. Kom en zie pelgrimages. Pelgrimeren met een boodschap van vrede, verzoening en liefde in een vaak zo onheilig land. Ik heb met dit boek willen aantonen dat deze nieuwe vorm van pelgrimeren niet alleen in maatschappelijk, maar ook in wetenschappelijk opzicht de moeite van een nadere bestudering waard was. Ik zal eerst iets zeggen over de achtergronden van het ontstaan van dit boek. Daarna ga ik in op de opzet en enige bevindingen. En tenslotte veroorloof ik mij een enkele opmerking over de mogelijkheden voor dit type pelgrimeren in de huidige coronatijd. Dit is het boek dat ik straks ga verdedigen. En dit boek ging eraan vooraf. Een onderzoek naar de effecten op de deelnemers van een Kom en Zie pelgrimage in 2013, waaraan ik als observerende participant mocht deelnemen. U ziet Paus Franciscus in gebed bij de afscheidingsbuur in Bethlehem als een kom en zie pelgrim avant la lettre. Voor mijn proefschrift vond ik deze afbeelding. De paus op dezelfde plek, nu geheel opgenomen tussen andere graffiti. Die graffiti ziet de Israëlische antropoloog Veldman als een vorm van christianisering. De Palestijnse theoloog Raheb ziet ze als een vorm van kunst om adem te kunnen halen. In 2000 bezocht ik als medewerker van Pax Christi het land voor het eerst. Ik was aanwezig bij de wijding van de Pax Christi pelgrimsicoon, met heilige figuren uit Jodendom, Christendom en Islam. En centraal het beeld van de verzoening van de broers Esau en Jacob. Ik ontmoette de Latijnse patriarch Michel Sabah, die mij uitdaagde om als pelgrim ook maar eens te gaan bidden bij een checkpoint. En Jeremy Milgram van de Israëlische groep Rabbis for Human Rights, die principiële kritiek heeft op de manier waarop de staat Israël niet-Joden als tweederangsburgers behandelt. Pelgrims naar het land die zich inzetten voor vrede en rechtvaardigheid houden me gaande, zei hij me. Vanuit Pax Christi organiseerde ik in de jaren daarna 2 solidariteitspelgrimages. Painting the Wall was daarin een vast onderdeel van het programma. In 2009 werd met steun van 13 kerkleiders in het land het zogenaamde Kairos-document gepubliceerd. Kairos betekent het uur van de waarheid, met daarin de oproep tot kom-en-zie-pelgrimages. Het werd in vele talen vertaald, waaronder het Nederlands. Ten slotte noem ik nog de Palestijnse vredesactiviste Nora Karmi, die me vroeg of ik als socioloog en aankomend theoloog geen onderzoek zou kunnen doen naar de praktijk en de theologie van kom-en-zie-pelgrimages. Dit alles heeft geleid tot een boek bestaande uit 2 delen. Deel 1. Pelgrimages, theoretische benaderingen en empirisch onderzoek. Deel 2. Pelgrims in historisch en theologisch perspectief. De vraag waar het mij om ging was: hoe past het nieuwe fenomeen van de kom-en-zie-pelgrimage binnen het cultuurwetenschappelijke en het theologische denken over pelgrimages? Een vraag terugkerend thema in de theoretische literatuur, een topos noemt men dat, bleek het probleem te zijn of een pelgrimage vandaag de dag niet als een vorm van toerisme moet worden beschouwd. Het lijkt evident wie op dit plaatje de toerist en wie de pelgrim is. Maar de kruisdragende pelgrim vindt het duidelijk leuk om gefotografeerd te worden. Hoort dat niet meer bij een toerist? En waarom is de toerist met de pet en het fototoestel naar Jeruzalem gegaan en maakt hij daar deze foto? Wijst dat toch niet op een fascinatie voor het fenomeen pelgrim? Er lijkt vandaag sprake te zijn van een glijdende schaal van pelgrim tot toerist en vice versa, een soort horizon waarop verschillende, deels in elkaar overvloeiende fenomenen zichtbaar worden. Een van mijn bevindingen was dat het nieuwe fenomeen van de kom-en-zie-pelgrimage een duidelijke plek heeft binnen de veel algemenere ontwikkeling van wat wel wordt aangeduid als responsible tourism of justice tourism. Er zijn ook theoretici die primair benadrukken dat een pelgrimage altijd plaatsvindt binnen een arena, waar je uiteenlopende, vaak rivaliserende soorten pelgrims tegenkomt, met uiteenlopende motieven. Hier enkele van de uiteenlopende groepen pelgrims die je in het land kunt tegenkomen. Links een groep christen-zionistische pelgrims die op het Loofhuttenfeest gehuld in Israëlische vlaggen hun onvoorwaardelijke steun aan de staat Israël komen betuigen. Rechts een groep buitenlandse Joodse jongeren op een zogenaamde birthright-reis, bedoeld om hun Joodse identiteit en hun loyaliteit aan de staat Israël te versterken. Onderaan een groep moslimjongeren bij het rotskoepelheiligdom op de Tempelberg. Een pelgrimage? Of toch een toeristisch uitstapje? Met de kanttekening dat dit voor moslimjongeren in de Palestijnse gebieden in feite een zogenaamde forbidden pilgrimage is, waar ze alleen maar van kunnen dromen. De belangrijkste bevinding van mijn onderzoek naar pelgrimsgroepen was dat het kenmerkendste van een conventie-pelgrimage is dat daarin een boodschap van vrede, verzoening en liefde centraal staat. Opvallend aan de conventie-pelgrimage uit 2013 was dat het groepsproces alle kenmerken vertoonde die in theoretische literatuur als typisch voor een pelgrimsgroep worden gezien, zoals het ontstaan van een communitas, het doormaken van beproevingen en een transitie. Maar dat een aantal deelnemers in de praktijk niet erg geneigd was geweest om zichzelf als pelgrim te beschouwen. Daaruit bleek dat het voor een goed inzicht in dit nieuwe pelgrimagefenomeen niet voldoende was om alleen te kijken naar de horizon van de topos en de ruimte van de arena, maar dat ik ook de diepte van de geschiedenis van het theologisch denken over pelgrimeren in moest. Voor een goed inzicht in dit nieuwe fenomeen bleek dus een multidisciplinaire benadering nodig. Dat maakte het tot een ook in wetenschappelijk opzicht belangrijk fenomeen. In het historisch-theologische tweede deel ben ik niet alleen op zoek gegaan naar de theologische discussies over pelgrimeren, maar ook naar motieven die vanaf de ontstaansperiode van het christendom tot en met het huidige fenomeen van de conventie-pelgrimage steeds weer terugkeren. Een belangrijke leidraad in dat deel van het onderzoek was dat voor de 4e-eeuwse kerkvader Augustinus het hele leven van een christen een pelgrimstocht is naar het hemelse Jeruzalem. Ik vat hier de 3 motieven waar ik uiteindelijk op uitkwam samen. Het eerste is het missionaire motief, gedragen door Augustinus' visioen van het hemelse Jeruzalem. De apostelen die met Jezus' boodschap van liefde en vrede de wereld ingingen, waren in feite de eerste christelijke pelgrims. Het missionaire visioen van de conventie-gedachte is hier door een pelgrim verbeeld als een visioen van een gevallen muur met eindelijk weer zicht op het aardse Jeruzalem in een verzoend land. Het tweede motief is dat van de ontmoetingen. In pelgrimsverslagen uit alle tijden spelen contacten onderweg een belangrijke rol. Vroeg christelijke pelgrims naar het land zochten bijvoorbeeld morele gesprekspartners onder de zogenaamde woestijnvaders met hun kritiek op de wereld. Katholieke en anglicaanse theologen drongen er de afgelopen decennia bij pelgrims op aan om in het land niet alleen de dode stenen te gaan bekijken, maar ook contact te leggen met de living stones, de mensen die er wonen, en om juist met hen de Eucharistie te vieren, niet alleen in een mooie historische kerk, maar ook op plaatsen die verontrusten. Zoals hier, een plek waar een tracé voor de muur was gepland. Ten derde is er het motief van de moral pilgrim, begonnen bij Augustinus en steeds weer terug te vinden, van Erasmus tot de heilige Ignatius tot de protestantse theoloog Bunyan. Van de moral pilgrim wordt verwacht dat hij op zijn levenstocht christelijke waarden in praktijk brengt. Deze conventie-pelgrims doen dat door een Palestijnse boer, wiens land in gevaar is, te helpen met de olijvenpluk. Ten slotte, het heeft iets onwerkelijks. Een boek over een nieuwe vorm van pelgrimeren naar het land tijdens een coronacrisis die vliegreizen onmogelijk maakt. Maar ik zag dat het Ecumenisch Centrum voor Bevrijdingstheologie Sabil in Jeruzalem kort geleden een livestream bezinning organiseerde waar 800 deelnemers uit de hele wereld op inlogden. En dat de Rabbis for Human Rights zijn begonnen om activiteiten livestream op internet te zetten. Dat soort ontwikkelingen biedt dus ook mogelijkheden voor virtuele conventiereizen in de toekomst. Ik kon dat niet meer meenemen in mijn slothoofdstuk getiteld Balans en Perspectieven, maar ik wilde in ieder geval deze inleiding met dit nieuwe perspectief afsluiten. Dank u wel, meneer de promovendus, voor deze interessante inleiding. Graag geef ik nu het woord aan professor Nissen voor de eerste oppositie. Dank u wel, meneer de rector, geachte promovendus, beste Gied, Proficiat met dit veelzijdige proefschrift. Heel veel aspecten komen erin aan bod. Over een buitengewoon actueel thema. Ook weer in deze dagen. Netanyahu heeft aangekondigd per 1 juli delen van de bezette Palestijnse gebieden simpelweg te willen annexeren. En die actualiteit heeft meteen duidelijk gemaakt hoe gevoelig kwesties zijn, of de verhouding in het land. De Raad van Kerken in Nederland had zich aangesloten bij een verklaring, een oproep van de Wereldraad van Kerken. Maar dat leidde meteen, collega van Iersel was daar woensdag ook bij, in de vergadering van de Raad van Kerken in Nederland, dat 3 lidkerken van de Raad van Kerken zich weer niet achter die verklaring konden scharen. Emotioneel geladen thema. En het conflict gaat over grond, over land, over grondgebied. En dat brengt mij bij mijn vraag waarmee ik wil aansluiten bij de titel van uw proefschrift, Pelgrimeren met een missie, en bij de missionerende monniken waarover u op pagina 114 tot 116 spreekt. Die missionerende monniken, met name de Ierse monniken die op het Europese vasteland werkzaam werden, die hadden niet, zoals veel andere pelgrims, een reisdoel voor ogen. Of anders gezegd, hun reisdoel was de thuisloosheid, de ontheemdheid. Het aloude Abraham-motief, trek weg uit uw land naar het land dat ik u zal wijzen. En dat ideaal van die monarchie peregrini, die monniken die pelgrim zijn in hun vreemdelingschap, daar is mooi over gepubliceerd door Arnold Angenent, Münsterse kerkhistoricus. Dat heeft zelfs nog doorgewerkt in een brief van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van het Willybrochtjaar. Kan ik als ghostwriter van die brief verklappen. Dat motief van die ontheemdheid, van die thuisloosheid, dat mooi aansluit bij wat u citeert van pater Aimé Solignac, S.J., de détachement de la patrie. Zou dat niet in uw historisch-theologische reflecties, dus het tweede deel van het proefschrift, naast de 3 motieven die u uit die historisch-theologische reflecties haalt, nog een 4e motief hebben kunnen opleveren dat precies voor de situatie in het land van groot belang zou kunnen zijn? Namelijk dat ideaal van de détachement de la patrie, het je losmaken van aanspraken op grond, op bodem, op land. Graag hoor ik uw reactie. Dank u wel, hooggeleerde opponent, voor uw vraag. Ik vind het een interessante vraag om dit motief van de detachement toe te voegen. Ik denk ook wel dat dat zou kunnen, maar ik denk tegelijkertijd dat die detachement ook wel verwijst naar het algemene verschijnsel binnen de pelgrimage, dat er altijd een vertrekpunt is, dat er een weggaan is. Dat is meer een beschrijving van hoe de pelgrimage zich ontwikkelt. Men gaat weg, men gaat een proces in. Daar wordt ook door antropologen, maar ook door theologen verschillend tegenaan gekeken. Cohen spreekt over het onderweg zijn als een weg door de chaos, terwijl sorry, inderdaad, het heeft over een ouen de seigneur zijn, maar dat is iets anders. En je merkt ook dat veel mensen onderweg juist ervaringen dan zoeken om op die weg van transitie terecht te komen. Detachement, ja, een werkelijk als motief en dan aangelegd tegen conventie, vind ik een interessant, maar dat zou ik dan ook wat verder willen invullen en ook verbinden aan het weggaan van dit soort pelgrims vandaag de dag uit hun kerkelijke gemeente, uit hun parochie, waar ze later dan ook weer in terugkeren en dan vaak pas ook achteraf merken van wat ze verlaten hebben en waar ze dan weer met hun verhalen dan ook weer opnieuw terecht moeten kunnen. Zij keren dus ook weer duidelijk terug. Nou, daarom zou ik ook weer aarzelen om dit echt als een motief te noemen, maar misschien toch meer een structurele kant van de beweging, waar je ook natuurlijk theologische gedachten over kunt hebben, dan een werkelijk terugkerend motief, zoals ik het ook dan weer heb gevonden, telkens probeerde terug te vinden bij dit nieuwe type pelgrims. Is dit een antwoord op uw vraag? Ja, nee, dat is zeker een interessante reflectie. En ik zou, als het gaat om degene te midden van wie er gepelgrimeerd wordt, ook meteen op een gevaarlijke kant daarvan willen wijzen. Want zich losmaken van het vaderland, détachement de la patrie, dat is in zekere zin het voorrecht van wie dat vaderland al heeft. Wie de grond in bezit heeft. En ja, dat is natuurlijk precies de kwestie. De staat Israël annexeert steeds meer grondgebied en is daardoor in een machtspositie. Dat zijn de Palestijnen niet. Die zijn eigenlijk beroofd van hun patrie. Dus daar zit meteen ook aan die détachement de la patrie, aan dat vreemdelingschap van de monarchie Peregrini, zit ook een politiek gevaarlijke kant. Ja, ja, ja. Dank u wel. Oké, doe het. Ik geef graag de tweede opponent de gelegenheid om zijn vraag te stellen. En dat is dokter Caspers. Promovendus. Ik ben te verstaan? Jazeker. Geachte promovendus, de christelijke Palestijnen in het land zitten in een benarde situatie, dat weten we. En in uw proefschrift lezen we dat ook heel duidelijk. Het is schrijnend, het komt schrijnend naar voren. Ook de dingen die we al weten, eens te meer. U zegt enkele malen, voor christelijke Palestijnen is het onbegrijpelijk dat zoveel van hun mede-christenen in het Westen zich zo weinig van het lot van de Palestijnen lijken aan te trekken. Wat bovendien bijdraagt aan een groeiend anti-westers ressentiment onder moslim-Palestijnen. En op bladzijde 145 in nood 447 citeert u ook de noodkreet van de Palestijnse christenen. De noodkreet die zij slaakten op 12 juni 2017, dus dat is vandaag precies 3 jaar geleden. Dat gaat zo, die kreet, ik citeer: kom ons te hulp. Wij, christenen in het heilige land, staan op het punt ten onder te gaan. Welnu, einde citaat natuurlijk, hè. Deze noodkreet kan net zo goed uitgaan van christenen in andere landen. Denk bijvoorbeeld aan Assyrische christenen of christenen elders in Azië of in Afrika, etc. Nou, dat is bekend, dat weten we ook allemaal. En ik las vandaag nog eens een keer, 80% van alle geloofsvervolgingen op aarde betreft christenen. Dat is ook allemaal bekend. En daarover verschijnen berichten, daarover verschijnen documenten. Daarvoor bestaan kerkelijke hulporganisaties, et cetera. Maar toch, Toch is het op een of andere manier onder de radar. En daar hebben de Palestijnen denk ik gelijk in. En volgens sommigen, zoals ik wel eens kan lezen in bijvoorbeeld in het Reformatorisch Dagblad, heeft dat te maken met politieke correctheid. Immers, de gemiddelde geëngageerde Nederlander heeft, ik denk terecht, compassie met mensen die vervolgd worden om hun geloof. Denk aan de Oeigoeren en de Jezidis, de Rohingya's. Vreselijk. Maar kan zich weinig, dus die geëngageerde gemiddelde Nederlander, kan zich weinig voorstellen bij vervolgde christenen. Dat heeft iets abstracts. Het opkomen voor vervolgden, of hier dan, laten we zeggen, verdrukte, is eigenlijk iets voor progressieve mensen. Maar wanneer het gaat om verdrukte christenen, komt het juist rechts over. Ja, in ieder geval klein rechts, dat is wel duidelijk zijn. Wel nu, ik ga naar mijn vraag toe hoor. U eindigt uw proefschrift. Mag ik u verzoeken tot een afronding van uw vraag te komen? Ja, zeker hoor. Ik ben er ook mee bezig, voorzitter. U eindigt uw proefschrift met te zeggen dat de oproep kom en zie te maken heeft met het verlangen naar de schoonheid van gerechtigheid. En dan kan er misschien iets veranderen. Maar mijn vraag, zelfs al die kerken bij elkaar kunnen wel van alles willen, ook op lokaal niveau en internationaal niveau, maar dan nog is er die politieke correctheid. Is dat dan geen barrière om te komen tot andere inzichten, tot ander handelen? Of denkt u dat kom en zie iets op gang kan brengen dat zo krachtig kan doorwerken dat ook de politieke correctheid zal bijdraaien? Hè? Dus nogmaals, eigenlijk ja, hebben al die kerken bij elkaar eigenlijk nog wel iets te vertellen? Ik ben benieuwd naar uw antwoord. Geachte opponent, dank u zeer voor uw antwoord. Ja, ik heb bij in mijn proefschrift die vraag natuurlijk ook gesteld. Niet als een louter scepticus. Want ik denk als je met een eigenlijk al een gemiddelde scepsis naar het vraagstuk kijkt, dat je ook als onderzoeker bijna vanzelf ertoe komt om te zeggen van nou, heeft dit onderzoek überhaupt wel zin? Waar draag ik nu verder nog aan bij? Want alle lichten staan, hoe moet ik dat zeggen, op rood en de cijfers lopen terug. Er is uit de feiten is er weinig inspiratie te putten. Maar ik vind toch dat het is niet aan, denk ik, aan deze vorm van pelgrimage om in ieder geval om zelf politiek correct te zijn. Wel om hem uit te dagen, maar ze is er niet aangehouden, denk ik, om grote alternatieven en perspectieven en strategieën uit te denken. Ik ben op een gegeven moment, dat heeft u ook kunnen lezen, ben ik uitgekomen op studies van Augustinus. En ik merkte dat ik Augustinus' inzichten over de obedientia bijvoorbeeld nodig had, ook om mijn eigen onrustige hart hierover tot kalmte te brengen af en toe. Pelgrims, die kun je heel bezwerend toespreken. De theoloog Pata die doet dat ook in het Kairos document, maar ik heb daar wel vraagtekens bij geplaatst. Niet omdat ik dat bestrijd, maar ik had daarbij bijvoorbeeld het gevoel van, nou, je kunt heel stellig gaan zeggen van dat het beeld oproepen van een God die aan je kant staat. Nee, die doet zich daar heel afwezig voor. En niettemin heb je dan ook in spirituele zin een houding te kiezen. En ja, ik kwam daarvoor uit meer in de katholieke spiritualiteit van Merton, van de Berrigens. Het vliegen bij nacht. Opmerkelijk dat deze katholieke spirituele denkers steeds weer terugkomen bij Johannes van het Kruis. Om hunzelf door dat duister heen te trekken. Dus nee, ik heb geen echt antwoord op, nog op de, ja, wel op de politieke correctheid die ik ook betreur, waarvan ik ook wel denk van nou, men zou het wel eens wat moediger onder ogen kunnen zien van wat er aan de gang is. Dat zeker, maar ik beantwoord de vraag niet met een duidelijke politieke strategie van het zou die kant op moeten. Dank u wel. Wees maar grensganger. Dank u wel. Dank u wel. Het woord is aan professor Poorthuis, de derde opponent. Geachte promovendus, uw onderwerp is fascinerend, pelgrimages naar Israël op uitnodiging van Palestijnse organisaties. En vooral omdat het een multireligieuze kant heeft. Dat sluit in zekere zin aan bij wat in nogal wat Arabische landen gebeurt, dat Joden, christenen en moslims allemaal naar dezelfde heilige plek gaan. Niet in een soort interreligieuze dialoog, maar wel in een besef dat die heiligheid gedeeld wordt. En dat heb je ook in Israël, het graf van Rachel, je hebt de grot van Elia, waar Joodse, christelijke en islamitische inscripties zijn. En er is veel studie over, maar wat mij verbaast is dat u die sharing alleen ter sprake brengt in een soort politieke context. Het gaat hier om een eeuwenoud fenomeen, met een echte geschiedenis. In plaats daarvan geeft u een uitvoerige geschiedenis van de westerse pelgrimage, christelijke pelgrimage, maar die blijft toch in al die eeuwen volkomen monoreligieus. Dus ik zie eigenlijk niet goed in wat die geschiedenis nou voor licht werpt op hedendaagse initiatieven die multireligieus zijn. En was het niet veel beter geweest om die multireligieuze context veel meer ook qua geschiedenis te belichten? Bijvoorbeeld bij het graf van Rachel is een islamitische begraafplaats die nu door de muur is afgesneden. Dat is niet vanaf 1967, maar dat komt door die muur die een lus maakt. Als je dus daar de geschiedenis legt naast de actualiteit, krijg je een veel diepere dimensie. Dus mijn vraag is die westerse geschiedenis van de pelgrimage wel zo relevant voor uw onderwerp? Hooggeleerde opponent, dank voor uw vraag. Ik denk dat er historisch sowieso een belangrijke nou, tegenstelling, verschil, een onderscheid gemaakt moet worden tussen de westerse tradities en datgene wat er in het land aan de gang is. Ik heb mijn boek geschreven, beginnend met een onderzoek naar een groep westerse pelgrims. En dat heeft natuurlijk ook wel een beetje het ritme en het zoekontwerp bepaald. Maar ik ben me er wel erg van bewust geraakt, bijvoorbeeld in mijn behandeling van de kruistocht als gewapende pelgrimages en wat die hebben losgemaakt. Het eerste enorme, schokkende schandaal wat zich aandient zo gauw westerse gewapende pelgrims dan in dat land aankomen. En het eerste wat ze doen, dat is een mede-christen uit een kerk zetten. Dat zijn zaken die mij zeker wel zijn opgevallen en die ik ook wel heb benoemd. Maar dat model wilt u toch niet gebruiken voor die interreligieuze kant? Nee, maar juist om te laten zien van hoe belast dat dit hele onderwerp in de geschiedenis is. Maar ik heb Ik heb natuurlijk ook gekeken naar het intrigerende voorbeeld van het graf van Rachel, maar ook de Well of Mary, de bedevaartsplaats van Elia. Bomen noemt al deze voorbeelden ook. Dus ik heb ook ze niet allemaal in extenso beschreven. En gezien de manier waarop ik mijn proefschrift heb opgezet, heb ik wat meer bijvoorbeeld daarom ook aandacht besteed. Juist wel aan dat graf van Rachel en ook tot op het moment van nu wat daar aan het veranderen is. Hè? Dat je dan ziet dat kennelijk de politiek zo'n grote invloed heeft dat zo'n belangrijk interreligieuze plek als het graf van Rachel in no time door het bouwen van een muur als het ware van de wereld verdwenen is of maar aan één kant meer bezocht kan worden. Nou, die situatie heb ik mij ook wel in oogschouw genomen en dat is inderdaad heel treurigmakend. En je ziet nu ook alweer dat toch weer belangstelling wekt. En ik kan nu zeggen, maar dan dat was niet echt in het kader van het onderzoek, maar ik heb nog wel eens uitwisselingen met Twan van Tevel in Bethlehem en zo. En onder andere ook besproken van, zou je rondom het graf van Rachel, liggen daar geen kansen om ook een virtuele interreligieuze ontmoetingen weer te gaan organiseren. Nou, hij vond dat een interessant idee. Op dit moment is het alweer zo veranderd dat je, als je aan de Bethlehemse kant van de muur loopt, dat je dan borden aantreft waarin herinnerd wordt aan de situatie zoals die was. En ik denk ook dat dat goed is. Ja, is dit? Ja, ik heb gezien dat u er ook aandacht aan besteedt en ik denk dat dat heel goed is. En ik denk eigenlijk dat daar nog veel te vinden zou zijn als het gaat juist ook om die interreligieuze kant. Omdat eigenlijk Europa ook van de islam eeuwenlang niets begrepen heeft. Nee, dat ben ik erg met u eens. En ik merk dus ook wel dat wat we nu eventjes gemakshalve, maar dat gaat overigens niet altijd op in deze discussie, een links-rechts schema zetten van christenen aan de rechterkant die bijvoorbeeld menen dat de Palestijnen, christelijke Palestijnen, enorm lijden onder de islamitische medebewoners van Bethlehem. Nou, dat is ook zo'n voorbeeld van een bepaalde beeldvorming waarvan ik ook niet kan ontkennen dat er geen problemen zouden zijn. Ik noem ze ook in mijn... natuurlijk is dat, in dit soort situaties ontstaan er spanningen, hè? Maar die zijn niet zodanig dat ze elkaar wegkijken of proberen weg te krijgen. Of, dus er is basis, denk ik, ook voor vele vormen van interreligieuze ontmoeting. Maar die vindt er ook plaats tussen christenen en Joodse Israëli en moslims doen daar ook in mee. Alleen, ja, dat weten we ook allemaal. Dat is niet... dat bepaalt niet de discussie in de publieke sfeer. Dat is jammer, maar dat is wel zo. Dank u wel. Dank u wel. De oppositie wordt voortgezet door dokter Stegeman. Dank u. Geachte promovendus, goede Gied. Ik kom meteen ter zake en dat doe ik met heel veel genoegen. Ik wil je een vraag stellen over een zekere spanning die ik meen te zien in jouw prachtige boek. En die spanning zit tussen universaliteit en particulariteit, of contextualiteit zou je ook kunnen zeggen, en tussen inclusief zijn en exclusief zijn. En het is ook een vraag over hoe jij normatief bent in jouw boek. En dat begint, of mijn vraag begint op pagina 164, daar zeg jij in noot 507... Daar beschrijf je iets wat ik me ook nog heel goed herinner. Het was namelijk 2011. We waren bezig met de organisatie van de zogenaamde Kairos-conferentie over dat gelijknamige document dat ook al ter sprake is geweest vanmiddag. En het was toen zo dat de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, voorstelde dat... met enige dwang voorstelde dat een Joods-Israëlische rabbijn zou plaatsnemen in een van de fora. En zo is het uiteindelijk ook gebeurd. Jij schrijft dan, op diezelfde pagina, Deelnemende Palestijnse theologen vonden echter dat er voorrang had moeten worden gegeven aan het exclusief bespreken van de verschillen van inzicht tussen henzelf en die van hun westerse medechristenen. Oftewel, Palestijnse christenen vonden dat zij niet onderdeel moesten worden gemaakt van een gesprek dat eigenlijk te maken heeft met onze specifieke geschiedenis als Nederlandse christenen, met Nederlandse Joden en met het Jodendom. Nou weet ik nog heel goed dat ik dat ook vond. En er staat niet in de voetnoot vermeld wat jij daar destijds van vond. Maar ik heb toch het gevoel dat jij het woord exclusief hier niet in negatieve zin gebruikt. Kortom, dat sharen van de arena hoeft kennelijk niet altijd, of is niet altijd, inclusiviteit is niet altijd gewenst. Dan op pagina 55 zeg je dat in tegenstelling tot de birthright-reizen het Kairos-document een inclusieve oriëntatie heeft. En dat is denk ik hoe je verder dat begrip inclusief ook gebruikt, dus als een positief begrip. Dus mijn eerste vraag is, herken jij die zekere spanning die er zit tussen hoe jij inclusiviteit en exclusiviteit gebruikt? En kun je dat uitleggen? En in verband daarmee, je verwijst ook nog, en dat doe je op pagina 163, naar een Indiase filosoof, Jarava Lal Mehta. En die geeft je als volgt weer. Het verlangen van westerlingen naar universele waarden heeft volgens Mehta zijn oorsprong in het eigen beperkte Europese, filosofische en koloniale denkraam. Dus volgens deze Mehta is juist ons universele verlangen kenmerkend voor onze eigen contextualiteit. En mijn vraag aan jou is, jouw aanzet voor een contextuele theologie van het pelgrimeren wil universeel zijn, maar zou het ook zo kunnen zijn dat we juist in dat verlangen naar universaliteit iets zien van jou, en dat is ook onze, ook mijn, westerse provincialiteit? Graag daar ook jouw antwoord. Ja, Tierachtal Polens. Dank voor uw vraag. Universaliteit, particulariteit. Het waren de eerste colleges religiewetenschappen, theologie die ik aan deze universiteit volgde. En waar wij werden ingeleid in dat fundamentele filosofische schema. En omdat dat zozeer deze tijd bepaalt. Dus het heeft mij zeer geïnteresseerd en ik merk zelf dat ik ook regelmatig voor dit soort vragen kom te staan. Destijds, u refereert aan de conferentie die we samen hebben georganiseerd. En ja, daar heb je dan ook het dilemma. Je hebt aan de ene kant te maken met een voortreffelijke Joodse rabbijn, Ron Kronisch, die een van de rabbijnen is van de Rabbis for Human Rights, die zich inzet ook voor de Palestijnen zelf. Maar wat daar toen gebeurde was naar mijn smaak, en ik meen me te herinneren ook naar uw smaak, dat hij in de kring getrokken werd om het gesprek wat te neutraliseren. En dat kan nooit het geval zijn. En ja, er zijn discussies die je aan een brede tafel moet voeren. En sommige discussies moet je aan een kleine tafel voeren. En onze Palestijnse gasten wilden hem graag aan een kleine tafel voeren. En dat hebben wij toen niet meteen voorzien. Maar dat betekent niet, denk ik, dat onze Palestijnse gasten geen universele waarden zouden... nee, maar het gaat me, als ik u even mag onderbreken, het gaat me specifiek over uw waarden. Dus er komt natuurlijk... Ja, nou, mijn waarden die zijn, denk ik... natuurlijk westers ook ontwikkeld, maar ik geloof niet dat de universaliteit die in het westerse christendom meegekomen is, dat dat ook per definitie ook alleen maar westers hoeft te zijn. Ik denk dat die dat verlangen naar broederschap, zusterschap, universaliteit, gelijkheid, dat dat een authentieke waarde is die ook trouwens bij Meta wel terugkomt, alleen verpakt hij die op een hele andere manier. Het komt op een cultureel totaal andere manier tot uiting en hij gaat een hele andere discussie aan. Hij gaat de discussie aan over een manier van pelgrimeren waarin er niet naar gestreefd wordt om snel tot de verbinding en snel tot communitas te geraken, maar eerder vindt hij dat de betere pelgrimage, dat is toch die vanuit zijn eigen cultuur is, dat je eerst een totale vervreemding aangaat. Je gaat op de put van je belevingen terechtkomen en dan pas kan je dat contact maken. Maar, ja. Maar mijn probleem met Meta is inderdaad toch dat ik vind dat hij alle ruimte moet hebben om zijn interessante kritiek op het Westen te formuleren. Maar ik ben het theologisch niet met hem eens als hoe hij praat over het christendom en wat de centrale waarden van het christendom zijn. Dank u wel. Ik geef graag het woord aan dokter Isaak om zijn vraag te stellen. Dank u. Geachte promovendus. Gezien dat de Nederlandse staat in de jaren 50 Israël als een Zionistische staat heeft erkend en ook jarenlang heersende schuldgevoel wegens gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog, mijn vraag is, denkt u dat die mensen uit Nederland met christenen, christelijke achtergrond, die met de reis kom en zich meedoen, zijn zij in staat of kunnen zij reflecteren over de confronterende realiteit in Palestina? En mijn tweede deel van de vraag, kunt u een voorbeeld geven van een verandering of een effect of soort van effect die deze reis heeft teweeggebracht? Zeer geachte opponent, hartelijk dank voor uw vraag. Ik vind het heel prettig dat natuurlijk alle opponenten dat ze er zijn, maar dat we ook dat er ook achter de tafel iemand is die uit de directe ervaring, zowel persoonlijk als wetenschappelijk, naar dit fenomeen heeft gekeken. En u heeft mij ook erg op weg geholpen om daar onderscheidend over te gaan denken. U vraagt eigenlijk naar mijn eerste boek. En dat komt natuurlijk in de algemene inleiding wel terug. Daar heb ik een aantal van die ervaringen van mensen die ik toen in 2013 zeer precies heb gevolgd door ze eerst vooraf, tijdens, na en nog een keer 2 jaar daarna zelfs precies te ondervragen. Daarmee heb ik dus wel een beeld gekregen van althans de effecten die het op de mensen die aan dit kwalitatieve onderzoek deelnamen heeft gehad. En daar zijn dus getuigenissen van dat mensen zeggen van ik ben hier nou al zo vaak voor dienstreis geweest, zei een NGO-medewerkster. En dit keer vallen pas de schel van mijn ogen. En dat is interessant. Dus je kunt inderdaad heel professioneel in dat land rondreizen en allerlei dingen bekijken en cijfers zien en begrotingen opmaken voor een project enzovoort. maar je bent nog niet echt onder de indruk geraakt. Nou, dat was dus in dit geval wel zo. Het voorbeeld van een kunstenaar die alleen maar zei van... Ik ging eigenlijk gewoon met blanco heen en ik wilde het wel eens zien. En die daarna een hele reeks kunstwerken maakte waarin hij, ze zijn in het boek verbeeld, maar waarin hij die hele werkelijkheid totaal omkeert. En dat was in feite ook een projectie van wat er met hem gebeurd was onderweg. En een predikant die op een gegeven moment inging op de uitnodiging: ga eens om 5 uur mee met de arbeiders naar Jeruzalem op hun eigen Via Dolorosa, ga maar mee door de dranghekken, laat je op dezelfde manier behandelen. Ik heb dat ook wel eens gedaan en dan is een van de meest indrukwekkende ervaringen dat zo gauw ze jou zien de toon en de behandeling anders wordt. En dat is schokkend. Dat is schokkend op een manier die we op het ogenblik ook in de Nederlandse media en internationaal zeer uitvoerig bespreken. Als ik mag nog doorgaan, meneer voorzitter. Ja, gaat uw gang. Maar ook op bladzijde 195, de citaat staat: de ervaringen zijn soms moreel en theologisch controversieel en misschien zelfs sprake van een soort ontgoocheling. Hoe kan dat bijdragen aan de positieve verandering? Ja, ik denk dat als je het in een educatief model zou zetten... Mijn eerste opleiding was die van macro-socioloog, maar ook van onderwijssocioloog, met grote belangstelling voor educatieve processen en ook al een stukje vormingstheorie en praktijken van het vormingswerk. Ja, dan leerden we ook daar wel dat onthutsende ervaringen en niet per se te hoeven te leiden dat mensen die daaraan deelnemen en zich daaraan blootstellen afhaken of gedemoraliseerd raken. Het is een fase waar men soms door moet. En het kan je de adem benemen ook, het kan je ook sprakeloos maken. Nou, in mijn theologische vorming later heb ik natuurlijk ook wel... vaak met grote, ook, ik zeg het maar gewoon zo, geïnspireerd het verhaal gelezen over de grote bekeringen die in de Bijbel plaatsvinden. Ik noem bijvoorbeeld het voorbeeld van Paulus, die van zijn paard moest vallen. Nou, ik denk dat er nogal wat reizigers zijn van conventie die van hun paard vallen, om het zo maar eens te zeggen. Maar die staan wel, en die worden sprakeloos, maar die gaan wel door. En dat heb ik ook gezien. En mensen van die reis kom ik nog altijd tegen in diverse circuits. En dat is natuurlijk ook een antwoord, denk ik, toch wel op dat punt dat u noemt. Dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan de laatste opponent, professor Van Iersel. Geachte promovendus, allereerst wil ik je hartelijk feliciteren met deze prachtige studie. Ik ben er zeer door geboeid dat deze, ondanks de herkomst en de vredesbeweging, die zich niet focust op de internationaal-rechtelijke aspecten van vrede, maar juist op de religieus-inhoudelijke en naar de vragen... in hoeverre die te dynamiseren is via pelgrimage. Zo heb ik dat als uw studie gelezen. Ik wil graag een vraag stellen over het gebruik dat u maakt van Thomas Merton's studie Ascent to Truth, met de daarin vertolkte apofatische traditie van de negatieve theologie, met name op bladzijde 184. En ook het gebruik dat u maakt van zijn essay From Pilgrimage to Crusade. Volgens mij laat uw studie zien dat de door u bestudeerde vredespelgrim als het ware een pelgrimerende God zoekt of zou moeten zoeken die vooruitreist net als bij Abraham, Isaak, Jacob, Mozes, maar ook ten tijde van de Babylonische ballingschap, waar een gedwongen reis aan ten grondslag lag, die niettemin juist door de ontworteling tot verdiept geloofsinzicht leidde bij Israëls profeten. Dan nu in het land van aankomst van de kom-en-zie-pelgrimages treft de pelgrim bij aankomst sedentaire vormen van religie aan, waarbij alle drie de monotheïstische religies de verleiding hebben om God te accapareren en niet meer te zien als een deus absconditus die een tegenover is en blijft en daardoor bevrijdend kan werken. Ik kan het even niet horen. En even de laatste twee zinnen herhalen zo. Graag. In het land van aankomst treft de pelgrim eigenlijk sedentaire vormen van religie aan. Ja. En daarbij staan de drie monotheïstische religies en de verleiding om God te accapareren en hem niet meer te zien als een deus absconditus, die u wel vermeldt, die een tegenover is en blijft en daardoor bevrijdend kan werken. En ik verbind daar dus een vraag aan naar uw godsbeeld. Is uw stelling nu eigenlijk dat in het Kom en Zie-initiatief in de geest van Thomas Merton gedynamiseerde vredespelgrims nodig zijn om de bewoners van het land in hun godsbeeld te dynamiseren, of de bewoners van het land van herkomst, of allebei, en zichzelf? En is dat gekoppeld aan de inzet van deze God voor gerechtigheid en vrede, zoals u dat lijkt te schetsen op bladzijde 183? Dus ik vraag me af, wijst u eigenlijk niet de weg naar een meer dynamisch godsbeeld voor alle drie de monotheïstische religies die sedentair zijn? Zegt u eigenlijk niet dat deze vorm van pelgrimage nodig is om de verstarring in sedentaire religies te dynamiseren? Dat is een vraag naar uw godsbeeld, de rol van het godsbeeld in uw studie. Hooggeleerde Oppenponen, zeer bedankt voor deze vraag. Ik denk dat, dat mijn godsbeeld zich ook als studerende op dit fenomeen en wat daar gebeurt en wat er met religies gebeurt en wat er met pelgrims gebeurt, dat daar ook door beïnvloed is. Ik denk dat ik al wel van huis uit een tamelijk dynamisch godsbeeld heb meegekregen. Maar dat nu wel verder is toegepund. En ik heb ook gemerkt dat pelgrims, maar dat heb ik ook al bij de beantwoording van een eerdere vraag eigenlijk gezegd, niet alleen behoefte hebben om te worden bemoedigd en stevig een klap op hun rug krijgen en zeggen van nou, ja, God, die is met jou, dat is jouw gids, dat is jouw activist, dat is jouw... Enfin, hè, maar dat inderdaad dus die afwezigheid van God, dat eigenlijk hoort ook bij de ontreddering, het rondom de grote vragen staan, zoals die zich in dat land ook dagelijks aan mensen daarvoor voordoet. En verder denk ik dat het qua godsdienst en godsdienstige verhoudingen erg belangrijk is om te onderkennen dat zich, als je goed kijkt in het land, dat zich daar binnen alle drie de religies eigenlijk zich een groot schisma aftekent. En dat is intrigerend om te zien, soms ook wel beangstigend en soms ook wel bemoedigend. De verschillen en geschillen tussen Joden in het land, tussen christenen die daarheen gaan, maar ook tussen moslims, is enorm. En dat vraagt, denk ik, om zeer veel aandacht, maar ook om een bewerking van de situatie daar vanuit te kerken. En pelgrimage kan daaraan bijdragen. Die kan dat niet in één keer veranderen. Het is geen strategie, maar het is wel een houding die kan worden ingezet en gebruikt om om mensen ook hier bewust te maken en te laten beseffen van hoe diep dit probleem is. Ja, dus eigenlijk zegt u dat pelgrimage een vorm van vredeseducatie is, die beoogt een meerzijdige loyaliteit plus een dynamisering van de sportwereld. Ik schors de zitting voor beraad. De livestream wordt verbroken en u kunt over precies 15 minuten weer aansluiten met dezelfde livestream link. Ik verzoek u de terugkomst van de commissie af te wachten. Gied is er weer bij. Nee. Dat is zo'n lijntje dat het geval was. We moeten er 8 zijn. Ja, dat valt mij ook op. Vol gaarne. Nee, ik ben... Oh, sorry. Ik zie op dit moment de kandidaat nog niet. Dat is even mijn aarzeling. Inderdaad, dat is het. Hij is er wel. Dan heropen ik deze zitting. Meneer de kandidaat, het College voor Promoties van Tilburg University heeft kennis genomen van het door u bewerkte proefschrift. Gehoord uw verdediging heeft het College voor Promoties besloten u het doctoraat te verlenen. De hoogleraar professor Van Geest is gemachtigd u met deze waardigheid te bekleden. Volgaarne aanvaard ik de taak mij door de rector magnificus van de universiteit opgedragen. Uit kracht dan van de bevoegdheid ons bij de wet en bij de reglementen der universiteit verleend, volgens het besluit van het College voor Promoties van Tilburg University, verklaar ik bij deze u, Egidius Johannes Jozef Belgior ten Berge, te bevorderen tot doctor. U verwerft hiermee alle rechten die door de wet of gewoonte aan het doctoraat zijn of zullen worden verbonden. Naast rechten zijn er ook plichten verbonden aan het doctoraat. Dat zijn op de eerste plaats plichten gericht op integere wetenschapsbeoefening. Het voorrecht als doctor bekend te staan in de samenleving betekent ook dat deze op uw onafhankelijke en betrouwbare oordeel moet kunnen vertrouwen. Ten bewijze van uw bevordering tot doctor stel ik u de oorkonde, door rector en promotores ondertekend en met het zegel der universiteit bevestigd, ter hand. Daar staat hij. Ik kwijt mij van een aangename taak, zeer geleerde heer, door u ook namens het College voor Promoties van Tilburg University met de verworven waardigheid geluk te wensen. Dan geef ik nu graag het woord aan de beide promotoren, te beginnen met professor Van Geest, voor het uitspreken van hun laudatio. Zeer geleerde oude man, maar jonge doctor. Het zal niet vaak gebeuren dat een promotor aan het begin van zijn laudatio de promovendus, thans de jonge doctor, zal moeten bedanken omdat de promovendus hem, de professor dus, heeft leren schrijven. En toch doe ik dit hier. Voordat ik Gied in 1997 had leren kennen, had ik veel Duitse literatuur gelezen. Kant en Tillich-zinnen. En een paar jaar later, in het jaar 2000, redigeerde Gied en ik samen met Wim Bartels in Pax Christi verband het niet al te best verkopende boek Jeruzalem, Stad van Vrede, Vrede voor de Stad. Gied splitste mijn zinnen en heeft mij voor mijn verdere carrière daardoor veel gebracht. En mogelijk verklaart dit ook de hebbelijkheid van Gied mij, ik herhaal zijn promotor dus, consequent als Paltje aan te spreken. Dat was ook wel handig, omdat de andere promotor door zijn ouders eveneens naar de patroon van theologen, textielarbeiders en diamantslijpers is genoemd. En die werd natuurlijk keurig met Paul, met professor, aangesproken. Hoe dit allemaal ook zij, nu ligt er een mooi proefschrift, geschreven door een voormalig lid van het partijbestuur van de PSP, voorzitter van het steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties, beleidsmedewerker van Pax Christi en medeoprichter van Kairos, Palestina. Je zou denken dat zo'n activistisch persoon toch niet de rust in zijn huis en hoofd heeft om een dissertatie te schrijven. Maar wie dat denkt, vergist zich. De ervaringen opgedaan als rusteloos vredesactivist bleken juist van groot belang om het zojuist verdedigde onderzoek een boek van formaat te laten zijn en tegelijkertijd ook weer een strijd tegen onrecht in aan te gaan. Je stelt namelijk hierin vast dat Palestijnse christenen in Israël allerminst de vruchten plukten van pelgrims en religieuze organisaties die naar het Heilig Land trokken. En vanuit deze invalshoek onderzoek je vervolgens de verbanden, historische bronnen en op basis van sociaal-wetenschappelijke theorieën, die onderzoek je om op gemeenschappelijke patronen in en motieven bij het oude en het nieuwe pelgrimeren op het spoor te komen en om aanbevelingen voor een meer responsible tourism te doen. En omdat hier meerdere methoden van onderzoek aan te pas kwamen, was dit alles niet zo eenvoudig. Maar je hebt het goed gedaan. En je hebt er goed aan gedaan dit boek te schrijven. Wat wens ik je nu toe de eerstvolgende tijd? Dat is het berustende, iets wat zware, maar paradoxalerwijs vooral eigenlijk zo bevrijdende levensgevoel dat je vader behoorlijk ingrijpend heeft verwoord in een gedicht, De Kamer. Een gedicht dat Anton van Duinkerke trouwens een van zijn beste vond. En in het bewustzijn dat niet alleen de zoon activist en geleerde ten Berge, maar ook de vader dichter ten Berge mij blijven herinneren aan mijn gebrekkige schrijfstijl, citeer ik de vader zonder enig commentaar om jou, Gied, jonge dokter Gied, een vorm van vrede te wensen, die wellicht iets anders is dan die waar je je in woord en daad zo voor hebt ingezet. Ik citeer. Seizoenen trekken langs mijn raam, in grijze en lichte dagen. Ik lees een boek, ik schrijf een vers en word dan uitgedragen. Ook van mij, Gied, de oproep, kom en zie de jonge dokter. En van mij geen poëtische verzen, maar 2 woorden over jouw project. 2 sleutelwoorden, dakpan en missie. Eerst die dakpan. Ik zie vandaag de zo met verve verdedigde boek als een deel van wat ik zou willen noemen een dakpansgewijze constructie. En daar bedoel ik dit mee. Er zijn mensen van maar 1 boek. Erwin Rode is zo'n voorbeeld met zijn studie Psyche. En er zijn mensen die steeds hetzelfde boek schrijven, zoals Jan Siebelink, met excuus aan alle Jan Siebelink-fans. En er zijn mensen van de dakpan. Het boek is dan onderdeel van een stevige, waterdichte constructie. Een eeuwenoud concept. De pannen van de Santa Sabina in Rome liggen er nog altijd, mooi in het gelid, pan over pan. Een nieuw boek steunt, heeft overlap met een eerder. Dat zien we ook bij dit boek van vandaag. Het leunt op, het steunt op eerder werk, maar is zelf een mooie nieuwe pan. En er is perspectief voor een volgende, aansluitende pan. Een Engelse editie misschien, of een mooi symposium. Ik wil maar zeggen, het dak is misschien nog helemaal niet af. En dan de missie. We weten het allemaal, Gied is een man met een missie. Ik vermoed een leven lang. Ik dacht de laatste dagen terug aan een bijeenkomst over pelgrimeren met een missie die we als Camino Academie november 2016 organiseerden in de Janskerk in Utrecht. Er was daar een bond gezelschap met ook onder andere Gied met zijn Kom en Zie het Land missie. Ikzelf hield daar toen een inleiding waarin ik een stelling poneerde die ik wat dik aanzette. En zeker in het licht van jouw project moet nuanceren. Ik poneerde dat ritueel zoals pelgrimeren in essentie nutteloos spel is. Belangeloos handelen zoals Huizinga stelt in zijn Homo Ludens. En ik ging verder. Dat nutteloze spel staat in onze op nut en noodzaak, functie- en rendementgerichte maatschappij sterk onder druk. Ritueel moet steeds nuttig worden gemaakt. De Camino, de bedevaart, de pelgrimage worden een sponsortocht. En insiders weten dat nu juist Gied in 2005 de Camino liep als een sponsortocht voor geld voor moslimkinderen in Bethlehem. En terecht vraagt Gied aandacht voor de andere kant van de medaille. Ritueel is niet enkel nutteloos, belangeloos spel. Bij ritueel staat er altijd wat op het spel. Het is gevaarlijk spel, vrij handelen, maar nooit vrijblijvend. Je engageert je, je stapt in de spelcirkel. En juist het ritueel van de pelgrimage legt dat bloot. Die ambivalente paradox van vrij spel en handelen met een missie. En daarover zijn mooie passages te lezen in Gieds boek vandaag. Over de pelgrim, de reiziger en de toerist. Ik kan het nu ook aan de orde stellen via een concept dat ik ontleen aan Rami Isaak, die zojuist opponeerde. Hij gebruikt vaak het woord risky. Risky journeys. Pelgrimage is een risky journey. Zoals misschien wel heel ons leven. Zoals we weer ontdekt hebben in deze tijden. Gied, jonge dokter. Wij, de beide Paulen promotores, wensen jou en je naaste een behouden, gezonde reis toe. Met veel komen en veel zien. Wij hebben gezegd. Ik doe mijn best. Graag had ik u allen nu in de gelegenheid gesteld om de jonge dokter te feliciteren tijdens een receptie. Maar om bekende redenen is dat niet mogelijk en u zult uw eigen gelegenheid moeten vinden om dat later alsnog te doen. Wij zijn hier aan het einde van deze academische zitting gekomen en ik ga die zitting nu sluiten met gebed. Ik verzoek de heren hoogleraren om hun baret af te nemen. Voor al uw weldaden danken wij u, die leeft en lief heeft door alle eeuwen der eeuwen. Amen. De zitting is gesloten. Ja, ik denk dat, dat het goed is dat wij nu één voor één Gied feliciteren. Gied, laat ik als voorzitter beginnen en jou van harte feliciteren met een promotie die onder heel bijzondere omstandigheden heeft plaatsgevonden. Helaas kon ik op het moment dat jij het doctoraat formeel kreeg overhandigd, kon ik niet jouw gezicht zien, want was jij bij ons uit beeld. Maar je hebt vanmiddag, ondanks die bijzondere omstandigheden, kranig geweerd, je proefschrift goed verdedigd. Alle lof daarvoor. Het is een mooi boek geworden en je hebt het doctoraat van harte verdiend. Wij zijn als TST heel erg blij met dit doctoraat en dit proefschrift. En ik wil je van harte feliciteren. De Statenvertaling zegt: viert uw 4 dagen. En ik hoop dat jij vandaag de rest van de dag ook een mooie feestelijke dag mag hebben. En graag sluit ik bij deze felicitaties de promotores in. Dank jullie wel voor het verrichte werk, voor de begeleiding van Gied. En alles wat jullie hebben gedaan om dit project tot een goed einde te brengen. En ook de paranimfen van harte gefeliciteerd. Eerste commissie. Dan geef ik nu het woord aan de commissieleden en laten we maar weer beginnen bij Peter Nissen. Ja, Gied, ik hou het kort, want anders worden de bitterballen koud. Van harte gefeliciteerd. Mooi dat je hebt doorgezet. We hebben er lang geleden samen eens een keer over gesproken, over dit project. En proficiat dat het tot een goed einde gebracht is. En geniet ervan. In Dei nomine feliciter. Dankjewel, Ben. Grazie. Charl Caspers. Ja, ook van mij van harte proficiat met het behaalde resultaat. Afgelopen jaar was ik al een beetje in de stemming verder gekomen van je proefschrift, omdat een hele goede vriend van mij als waarnemer ook is vertrokken naar Israël en daar is verbleven tussen de Palestijnen en ook af en toe Israëli's, maar vooral Palestijnen. Joost IJsselmuiden, misschien ken je hem wel. En ik had ook de voorbereiding hier van deze verdediging, vond ik ook wel leuk. Heb ik daar nog eens een keer goed op de kaart gekeken van Israël. En ik ben nou geabonneerd op de nieuwsbrief van de zusters van de besloten tuin. Hè? De besloten tuin van het Hooglied natuurlijk, van koning Salomo. En ik hoop dan, wie weet, zal ik daar nog wel eens een keer terechtkomen in die besloten tuin. Daar wil ik het bij laten. Eén klein opmerkingetje nog. Je zegt dat Paulus van zijn paard is gevallen. Dat staat echt nergens in de Bijbel, hoor. Hij is gevallen, maar dat paard komt in de Bijbel. Dat was mijn interpretatie. Ja, je lijkt wel een schilder. Je lijkt wel een schilder. Ja. Dat was het. Marcel Poorthuis. Ja, Gied. Uiteraard mijn felicitaties. Geweldig hoe je de wetenschappelijke reflectie hebt gecombineerd met toch een duidelijk activisme. Dat activisme ken ik al jaren van je. Maar in dit boek heb je het echt weten te combineren. Ik was even verbaasd dat ik zelfs Ratzingen als partijganger van jouw opvattingen tegenkwam. Maar dat is natuurlijk ook even een activisme. Maar we maken er een hele mooie feestelijke dag van. En ik vond het ook erg goed om te zien hoeveel achterban jij hebt. Mensen die met jou meeleven en dit ook een buitengewoon spannend project vinden. Alle felicitaties. Dankjewel, Marcel. Janneke Stegeman. Ja, goede Gied. Van harte. Fantastisch dat jij dit hebt weten af te ronden met veel hard werken. En dankzij ook jouw grote betrokkenheid bij dit onderwerp. Wat natuurlijk ook een onderwerp is dat wij delen. Dus dat maakte het ook een extra mooie ervaring voor mij om je boek te lezen. Ik kwam mezelf er ook een beetje in tegen. Je schrijft op een gegeven moment dat protestanten, voor hen is het typisch dat ze altijd het land willen zien waar Jezus heeft gelopen. En in de tijd dat ik in Jeruzalem woonde heb ik inderdaad ook heel veel gelopen door de Westbank. En ik voel me ook zeker een pelgrim en ik heb met veel genoegen je boek gelezen en ook weer nieuwe inzichten verkregen, ook over mijn eigen betrokkenheid. Dus dank en ik hoop van harte dat onze wegen zich nog vaak kruisen, hier en misschien ook wel daar in dat land. En hopelijk kan ik je ook snel persoonlijk feliciteren. Ja, dat hoop ik ook. Bedankt. Rami Isaak. Beste Gied, van harte proficiat. En bedankt dat jij de gelegenheid hebt gegeven om abonnent in dit gelegenheid te geven. Dus nogmaals bedankt. En ik kijk er naar toe voor de Engelstalig boek die misschien aan Bethlehem Universiteit zult geven en misschien ook aan Rifat Kassis in Bethsahoor. Ja. En dankjewel. Dank je. Fred van Iersel. Ja, Gied, van harte proficiat. Ik moest deze dagen natuurlijk denken aan de 46 jaar dat wij elkaar kennen. Dat is geen geringe periode. En in al die periode hebben we heel veel samengewerkt, maar hebben we ook vooral, niet alleen samengewerkt, maar ook reflecties gedeeld. En dat hebben we voortgezet gedurende jouw promotietraject. Op terrasjes, gedachten uitwisselen, stiekem een beetje meelezen, maar ook weer niet te veel. En ik moet zeggen dat ik genoten heb van jouw ontwikkeling in de richting van dit boek, waarbij je dus een aantal fundamentele thema's uit de vredesbeweging, uit de Pax Christi vredesbeweging, ja, eigenlijk bij de kop hebt genomen. Pax Christi is natuurlijk een vredesbeweging die met pelgrimage begonnen is en waarin de spiritualiteit altijd een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Wat ik heel mooi vind is dat het proefschrift in dit opzicht ook een hele mooie synthese is van verschillende lijnen in jouw werk en in jouw leven, waarin ook zowel die spiritualiteit als je vermogen om te reflecteren, maar ook je praktische kant allemaal mooi samenkomen. En ja, een mooiere synthese was bijna niet denkbaar. Het boek is zeker een Engelse vertaling waard. Ik twijfel er niet aan dat die er gaat komen. En ik hoop dat we onze uitwisselingen en reflecties achter de bitterballen kunnen voortzetten op enig moment. Liefst met meer mensen om je heen, want dat hoort ook bij jou. Dankjewel. Dankjewel iedereen en dankjewel. Gied, nogmaals van harte proficiat, goed gedaan. En we hebben later wel contact en dan gaan we uitgebreid evalueren. Ja, Gied, nee, ik ben heel blij. Dit is een fantastische afronding, maar je bewijst ook wel weer dat het bij jou nooit helemaal normaal gaat. Dat is ook weer typisch een Gied-actie om weer zo hybride, digitaal, reëel te promoveren. Ik vind het bijzonder. Ik hoop je gauw te zien. Ja, die strik zit natuurlijk ook weer niet goed. Dat is natuurlijk wel hetzelfde. Kon je ook op wachten. Maar goed, dat terzijde. Het gaat je ontzettend goed en dikke kus voor Wantje. Okay. Het laatste woord is voor jou, Gied. Ja. Hooggeleerde, zeer geleerde, zeer geachte. Ik ben het alweer vergeten. Ja, mijn laatste woord hier is dan toch dat ik me gerealiseerd heb de afgelopen dagen hoe goed het was om na mijn werkzame leven bij twee vredesbewegingen, waar het me ook wel niet aan reflectie ontbrak, nu eens een keer echt de diepte in te gaan en mezelf ook wetenschappelijk op te frissen. En dat ik gekozen heb voor de Catholic School, die toen geloof ik nog geen Catholic School heette, maar toen ook al een prachtige master in de aanbieding had, wereldreligies in confrontatie en dialoog, waarin ik werd ingeleid in die vraagstukken van particularisme en universaliteit, maar ook in de verschillende dialoogsituaties die er zijn met andere religies. Dat heeft mij buitengewoon goed voorbereid op het traject wat ik dus nu verder heb gedaan. En ik heb genoten ook onderweg ook van de contacten met de universiteiten, diverse symposia. Ik heb onlangs nog een prachtige cursus gevolgd over Dante, die ook zijn weg gevonden heeft in mijn boek. Ja, ik weet, soms dan denk je op deze leeftijd, misschien kijken er ook wel jongere kijkers. Ik kan een studie religiewetenschap en theologie zeer aanbevelen, en zeker in Tilburg. Dank jullie wel allemaal. Dank je wel. Het is jammer dat in dit deel van deze bijeenkomst niet meer mensen mee konden kijken. Later vanmiddag kom ik de bult thuis brengen. Doe het nog een keer over.